Robin van Persie, gaan we beginnen aan het allerlaatste half jaar als voetballer? Of is er de laatste tijd toch nog wel wat twijfel geweest om door te gaan? Nee, twijfel niet. Eigenlijk wat het plan was begin van het seizoen, dat is eigenlijk hetzelfde. Dat is niet gewijzigd. Dus alleen daarbij gezegd, kijk, het leven verandert constant. Misschien gebeurt er ergens iets, dat weet ik ook niet. Dus ik kan niet nu zeggen van over 6 maanden is het zus of zo. Dat beleef ik gewoon en ik leef gewoon met de dag en ik probeer ervan te genieten. En wat er gebeurt, gebeurt er. Maar de insteek blijft hetzelfde. Ja. Hoe nostalgisch ben je? Bijvoorbeeld dit, een laatste trainingskamp als speler. Er zijn bepaalde wedstrijden die je dan voor het laatst speelt. De laatste keer Arena. Leef jij ook zo? Nou, ik moet zeggen dat het mijzelf is opgevallen dat ik eigenlijk best wel nuchter daarin ben. Dat ik niet echt emotioneel word van stadium. Dit is dan het laatste wedstrijd in dit stadion. Daar ben ik helemaal niet mee bezig eigenlijk. Ik beleef het gewoon en ik zie wel hoe het loopt en dat doe ik zo goed mogelijk eigenlijk. Ben je er ook al uit wat je volgend jaar gaat doen? Of je trainerschap in wil of andere dingen? Ik ga lekker zwemmen, denk ik. Tafeltennissen. Voetvolleyen. Op de donut. Donut, achter de boot. Dan zo hoog mogelijk de lucht in. Ja, dat soort dingen. Die vraag kreeg ik net ook al. En ik was met Vidic op vakantie. Nemanja Vidic. En die zei ook, hij had een heel wijze les. Once you retire, you have to be the coach of your own life. Nou, dus dat is heel wijze woorden natuurlijk. Want wij zijn natuurlijk altijd gewend om, we hebben of een teammanager. Kijk, als kind, dan ben je kind en dan ben je lekker buiten aan het spelen. Op een gegeven moment ga je naar de hogere school. Dan moet je, daar moet je 8:30 beginnen bijvoorbeeld. En dan krijg je te horen, dan en dan zijn de lessen. Op een gegeven moment breek je door. Speel je in Feyenoord of waar dan ook en dan moet je zo laat daar zijn en dan moet je zo laat trainen en zo lang trainen. En dat wordt allemaal voor ons gedaan door de jaren heen. Dat is natuurlijk super voor ons, dat is een luxe. Alleen als je stopt, dan komt er een moment dat die teammanager er niet meer is, die trainer is er niet. Niemand die zegt eigenlijk dat je iets moet. En dat is aan de ene kant wel lekker misschien, maar aan de andere kant is het ook wel wennen lijkt mij. Dus dan moet je eigenlijk de trainer zijn van je eigen leven. En dan moet je helemaal gaan inplannen en helemaal gaan managen, als het ware. Van deze week zijn dit modulen. En dat moet je helemaal zelf doen. Dus dat eist wel een ijzeren discipline. Maar dat is hoe Vidic het dus heeft gedaan. En dat doet hij nu al 3,5 jaar zo. En het bevalt hem heel goed. Dus dat is ook wat ik sowieso in de beginfase ga proberen. Om wel gewoon fit te blijven en gewoon gezond te zijn. Want ik ben natuurlijk gewend om mijn hele leven te voetballen. Maar ik vind ook andere sporten leuk en andere dingen leuk. Dus dat ga ik dan ervaren. Dus ergens kijk je er ook wel naar uit, naar je retirement? Jawel, ergens wel. Kijk, ik heb natuurlijk mijn hele leven niet anders gedaan als gevoetbald. Maar ik vind tafeltennis vind ik ook helemaal het einde. Ik vind zwemmen vind ik hartstikke lekker. Ik vind tennissen vind ik leuk. Voetvolley vind ik helemaal top. Alleen dat heb ik wel gedaan door de jaren heen. Alleen altijd wel met een bepaalde rem erop. Omdat je altijd bezig bent met de volgende wedstrijd, de volgende training. En dat soort dingen kan ik dan gewoon lekker doen. En als er wat gebeurt, gebeurt er wat. Ik hoef dan geen wedstrijd mee te halen. De cirkel is rond. Je terugkeer is succesvol geweest. Sowieso heb je een beker gewonnen. Misschien pak je wel weer een beker. Je bent belangrijk voor Feyenoord. Maar was het ultieme niet hoe Dirk Kuyt zijn afscheid heeft meegemaakt met een titel? Nee, maar ik vergelijk me niet met Dirk of met wie dan ook. Dirk heeft zijn verhaal gehad bij Feyenoord. Ik heb de mijne gehad. En zo gaan er nog vele na mij volgen. En voor me zijn er ook velen geweest met hun verhaal. En voor mij stond ook centraal dat ik weer plezier wilde hebben. Want ik kwam uit de fase dat ik dat eigenlijk een beetje was kwijtgeraakt. En dat was voor mij heel erg confronterend en wennen. Omdat ik eigenlijk altijd wel genoten heb van voetbal. Omdat ik echt een liefhebber ben. En ik was dat op dat moment kwijt. Dat was wat ik eigenlijk weer terug wilde vinden. En ik wilde ook delen. Ik wilde mijn ervaringen delen met de jonge jongens hier, maar ook de misschien wat ouderen. En helpen. En eigenlijk die combinatie, natuurlijk in dat proces wil je winnen en wil je het maximale geven. En hebben we de beker gewonnen vorig seizoen, wat helemaal top was. Vond ik echt een hoogtepunt. Die combinatie, zeg maar, zo heb ik het beleefd. En sowieso hangt het van
van heel veel dingen af of je kampioen wordt, of je een beker wint, of je samen echt lekker speelt. Dus sowieso is dat in teamsporten is dat heel lastig om dat helemaal zeg maar, vast te plakken op. Als je een kampioenschap wint, dan is het, ja, dan is het geslaagd. Of als je net niet wint, dan niet ofzo. Ik vind dat iets te zwart-wit. En ik kijk liever naar iets meer de inhoud van de situatie. Maar nu weet je dat de voetballerij opportunistisch is. Je coach van Broncos, hè, ja, heeft eigenlijk geweldig gepresteerd. Is misschien wel de beste coach die Feyenoord qua prijzen ooit gehad heeft. Toch is er veel kritiek. Steekt jou dat? Nee, maar dat is op basis van één stuk in het AD volgens mij. En daar heb je altijd als ja, trainer van ja, Feyenoord mee te maken dat je af en toe kritiek krijgt. Dan gaan mensen op een gegeven moment dat overnemen en dan is het in één keer een item. Nou, ik ben niet verantwoordelijk daarvoor. Ik kan ook niet voor Gio kiezen wat hij wel of niet moet doen. Of ik zit ook niet op de stoel van Martin of de RVC. Ik ben ja, speler en dat is wat ik hier doe. En dus het is niet mijn rol ook om daar een mening over te hebben. Wat ik wel kan zeggen is mijn ervaring met Gio en de staf en de spelers het afgelopen jaar. En die is gewoon fantastisch. Die samenwerking is gewoon fantastisch geweest. Dat is waar ik wel over kan oordelen. En dat doe ik ook graag. En daar ben ik Gio ook heel erg dankbaar voor. Want wat ik al zei, waar ik vandaan kwam in die fase en wat ik er nu allemaal voor terug heb gekregen. Ja, dat is gewoon fantastisch geweest in mijn ogen. Wat is er nog mogelijk in die tweede seizoen zelf in jouw optiek? Ja, sowieso natuurlijk het maximale eruit halen. Is een beetje een dooddoener. Maar ik begrijp wat je bedoelt. Europees spelen we niet in. Beker doen we nog wel gelukkig mee. We staan derde op grote afstand van nummer 1. Ik begrijp het wel. Alleen we moeten wel echt het maximale eruit halen. Het begint al vlot met Zwolle. En dan even kijken, Fortuna. Voor de beker en dan Ajax. Dus pittige week gelijk voor de boeg. En kijk, het is hoe het is. En we kunnen uren praten over hoe het anders had moeten zijn. Of hoe het eventueel, hoe we allemaal hoopten dat het zou zijn. Dat we nu met 4 punten los zouden staan op de eerste plek. Maar zo is het niet. Ja, dit is hoe het is. We moeten nu vanuit deze situatie het maximale eruit halen. En mooier of slechter moeten we het ook niet maken. Het is gewoon wat het is. En daarin natuurlijk mag jij je mening geven. En de kranten en iedereen. Dat hoort erbij. En dat is ook wat het spel mooi maakt. Het geeft een bepaalde druk. Daardoor gaan mensen, omdat mensen een stukje lezen in de krant, gaan mensen, ja, ik denk onze wedstrijd kijken. Nou, helemaal top. Hoe meer mensen kijken, hoe beter. Het hoort erbij. Het hoort een beetje bij het circus, bij het spel. Dat gaat ook in fases. Dus zelf lig ik er niet echt wakker van zo'n stukje. En ik denk Gio ook niet hoor. Gio die heeft bij Glasgow gespeeld, Arsenal, Barça, Oranje. Ik denk niet dat hij er heel erg wakker van ligt. Tot slot, komende vrijdag een oefenwedstrijd. Maar ja, misschien voor jou niet zomaar een oefenwedstrijd, hè? Borussia Dortmund. Ja. Denk je dan wel eens terug aan die mooie tijd? Ja, nou, ik kan wel een mooi verhaal gaan verzinnen hier. Maar tuurlijk was het een prachtige dag. Uit mijn hoofd was het 8 mei 2002. Nee, maar ja, het is gewoon een oefenwedstrijd tegen een heel goede tegenstander. Die momenteel eerste staat in Duitsland. Dat doe je niet zomaar. En leuke test. Maar goed, ik denk dat het altijd beter is om tegen zulke jongens te oefenen dan tegen mindere tegenstanders. Ja, daar kun je alleen maar van leren.